Hallo, hallo. De hele coronatoestand zorgt ervoor dat we nogal wat veel in ons hoofd zitten. En zeker als HSP is dit de periode bij uitstek dat die radarkes hier in totale overdrive staan. En bij de ene kan dat zijn dat dat echt paniek is en zich manifesteert tot serieuze angstaanvallen of heel felle angstgedachten. Maar bij anderen, zoals eerder bij mezelf, kan het ook zijn dat je gewoon meer piekert en het meer moeite hebt om de innerlijke rust terug tot stand te brengen. En ik had het er met mijn familie over en ik merkte dat dat wel iets is wat bij ons wel sneller voorkomt. Omdat we nogal, we zijn echte denkers en we zijn veel met ons hoofd bezig, we zijn veel aan het creëren. En dat maakt ja, dat computerken hierboven volle toeren draait. En zeker in een periode als deze, in ons geval is dat nog niet eens zozeer dat het ja, dat daarom angstgedachten zijn. Want oprecht, ik denk dat we die niet zo fel hebben. Daarom niet terecht of onterecht, maar we zijn er niet zoveel mee bezig. Het enige waar wij mee bezig zijn, is wat kunnen wij doen om ons aan de regels te houden en om netjes te doen wat van ons verwacht wordt, zodat we zeker geen andere mensen zitten te besmetten. Maar daarnaast wil dat wel zeggen dat de situaties veranderd zijn. We moeten als zelfstandigen, als ondernemers, als leidinggevende van thuis uit werken of eender welke job je ook hebt. Heel veel mensen moeten van thuis uit werken. Er is veel meer drukte. Je hebt kind, gezin, dieren, alles loopt hier door elkaar. En dat eigen bedrijf dat je eraan hebt. En dus sowieso worden hier overuren gedraaid van boven. En wat ik nu met u wil bespreken is wat je kunt doen om daar net wat meer rust in te gaan creëren. Want dat is eigenlijk het enigste wat je te doen hebt. De hond komt net binnen en dat is hetgeen dat hier op de achtergrond hoort. De hond komt niet alleen binnen natuurlijk. Zo'n slimme hond hebben wij niet. Maar in ieder geval. Wat je dus kunt doen, of wat vooral belangrijk is, is dat je hier terug wat rust in die bovenkamer gaat creëren. Het hoeft niet altijd, ik weet niet hoe dramatisch te zijn, opdat je er toch profijt van gaat hebben. En heel vaak wordt gezegd wel over vermijd overprikkelende situaties of mensen die te druk zijn. En zorg dat je daar wat afstand van neemt. Wel, ik denk dat veel van ons enerzijds zeer, zeer veel drukte kunnen vermijden. Ik heb bijvoorbeeld heel weinig drukte nog, maar we hebben hier wel meer innerlijke drukte. Want door het omgaan in de gezinssituatie met een kindje wat veel meer aan uw hoofd zit te jengelen, zullen we maar zeggen, al hebben wij een mega brave zoon, dan nog merk je dat dat de dingen zijn die u meer energie kosten, omdat je het niet gewoon bent om dan daar weer mee om te gaan. En dat je daardoor weer meer in die malle molen vastgeraakt. Dus ik denk dat dat gewoon even is van te roeien met de riemen die je hebt. En ook gewoon een soort van aan te nemen voor jezelf. Van kijk, dit is nu de situatie zoals ze is. Dit stuk kan ik niet veranderen. Dus daar gaan we ook niet tegen liggen vechten. Niet over liggen zeuren. Niet over liggen klagen. Geen excuses rond verzinnen. Niet boos over zijn. Niet teleurgesteld over zijn. Dit is wat het is. Dit nemen we aan. Al de rest wat er buiten gebeurt, in onszelf en rondom ons, daar hebben we wel invloed op. En in de mate van het mogelijke dat we daar invloed op hebben, daar kunnen we iets mee doen. Dus daar wilt je dan ook je aandacht op richten. En dan is voor mij bijvoorbeeld de natuur en buiten bezig zijn. Ons paardje staat hier nu 2 weken terug met veulken in de wei. En dat is langs de ene kant heel erg veel zoeken, omdat je nu dat babykje hier fulltime hebt en dan moet je als die slaapt naar achter en vlug dat stalletje gaan doen en die eten geven en buiten zetten. En dat is dan op de vreemdste uren, want normaal zou dat veel gestructureerder gebeuren. Maar nu is dat eventjes aanpassen. En tegelijkertijd geeft dat gigantisch veel rust voor mij, want ik merk nu terug hoe hard ik dat gemist heb om buiten actief bezig te zijn. Om dat stalken uit te mesten. Ik sting een uur in de wind, maar dat brengt zoveel rust. Dus wat ik hier nu uit leer is dat zelfs al had ik dat paard nu niet, dan zou het voor mij al helpen om met de hond of honden of als je kinderen hebt met de kinderen of gewoon zelf buiten te gaan en actief dingen te doen. Al zet je mijn muziek op en gaat je potje dansen op je gazon. Maar zorg dat je
in de natuur of in de omgeving bent, waar dat je even frisse neus kunt ophalen. En dat kunt koppelen aan beweging. Want beweging doet je cortisolniveau in je brein dalen. Wat ervoor zorgt dat je ook sowieso automatisch wat meer rust in je hoofd gaat ervaren. Want hoe harder je stressniveau stijgt, hoe harder dit motorje gaat draaien. Dat is gewoon automatisch hoe het werkt. Nu, er zijn altijd kleine dingen die we kunnen doen om te kijken dat je enerzijds die beweging gaat integreren en anderzijds dat je mini-rustmomentjes. Je hebt mij al heel vaak horen zeggen, zorg dat je goed grondt. Met je voeten contact maken met de aarde of door te ademen in je lichaam te komen. Want wanneer je in je lichaam komt en met je aandacht echt naar je voeten gaat, of dat je bijvoorbeeld het voelt tintelen in je handen of te ademen, wel vanaf dat moment zit je alweer uit je hoofd en zit je terug in je lichaam. En dat is al een heel gunstige. Dat is al een plaats waar je wilt zijn om te vertrekken. En dan is het belangrijk om te gaan kijken, oké, maar wat kan ik nu anders doen? Wat merk ik dat hier niet voor mij werkt? En meestal blijven we daarop hangen, maar heel belangrijk is dat je die volgende stap mee gaat nemen. Oké, deze werkt niet. Wat kan ik in mijn situatie nu veranderen? Waar heb ik wel controle op? Om dit meer te gaan inrichten op een manier die mij meer energie of meer innerlijke rust zou opleveren. En wat ik heel belangrijk vind, is altijd beantwoord de vraag als je bijvoorbeeld zorgen aan het maken bent, of je aan het piekeren, of je geraakt niet uit een soort van gedachtenstroom. Beantwoord de vraag, wat zou er kunnen gebeuren? En ga dat ook eens met een positieve uitkomst beantwoorden, hè? Wat kan er wel? En onderzoek dan de mogelijkheden die er zijn. Dus het is prima om eens te kijken van, oké, als het nu misgaat, wat kan er gebeuren? En wat kan er nog qua positieve input dan? Neem het eens even in u op. Geef het heel even die aandacht. Want als jij een soort van gaat blokkeren en gaat zeggen van, oké, deze gedachten van angst of paniek of whatever, lichte piekering mogen er niet zijn, dan gaan die heel fel op de achtergrond liggen drammen. En dan gaat je merken dat je er constant terug in meegezogen wordt. Terwijl als je gewoon heel even die gedachte de ruimte geeft, oké, ik merk u op, ik ga heel even kijken, oké, wat is dit dan? Hup, en rustig verder. Zonder daar helemaal in meegesleurd te worden. Dat is eigenlijk het cruciale stuk waar je naar wilt kijken. En weet ook, hè, vanuit de fysica kennen we de wet van polariteit. Tegenover ieder minpunt staat een pluspunt, pure fysica. Dus ieder probleem heeft daar een oplossing tegenover. En toen mijn neefje enkele jaren geleden begraven werd, dat vond ik zo bijzonder. We waren naar Sint Maartens-Lathem afgereisd, gereisd, hè, voor de begrafenis. En wat mij daar zo enorm opviel, hè, heel veel jeugd, heel veel vrienden aan het woord. Het was ook een hele lange begrafenis, want er waren zoveel mooie sprekers die allemaal iets moois bij te dragen hadden. En wat ik keer op keer hoorde terugkomen was dat hij altijd kwam vanuit de instelling: voor alles is een oplossing. Ja, toujours une solution. En dat vond ik zo mooi, dat werd daar niet 3 keer gezegd, dat werd daar 10 keer herhaald. Dat hij altijd kwam met: oké, en voor ieder probleem is een oplossing. En dat heeft mij echt op dat moment zo gepakt en geïnspireerd, dat onmiddellijk een soort van, ja, ik heb dat een beetje meegenomen en eigen gemaakt in mijn mindset, mijn mentaliteit. Van iedere keer als er zich dingen voordoen, van als eerste reactie te hebben: oké, wat is de oplossing? Laat maar zien. En vanaf het moment dat je die houding en die gedachten aanneemt, wat gebeurt er? Je zet een soort van je oogkleppen af. En dat is niet iets wat we altijd bewust doen. Maar zolang we in het probleem blijven hangen, zitten we eigenlijk een beetje met oogkleppen te kijken naar de situatie. En heel vaak merk je dan, daar komt geen oplossing. Einstein zei het al, door in de gedachtegang van het probleem te blijven kijken, gaat je nooit een oplossing vinden, want die moet komen vanuit de gedachtegang van de oplossing. Dus je gaat je altijd moeten onttrekken van het probleem. Je mag dat kaderen. Je mag dat even bekijken, hè? Aankijken, zien wat is dat hier. Dat dat vorm krijgt.
En van daaruit gaat je een soort van afstand nemen van het probleem en kijken naar, wat kan hier nog? Wat mag hier ontstaan? Laat het mij maar zien. Ik merk dat mij dat zoveel ruimte geeft. En dat voelt precies alsof ik een hoop muren rondom mij echt omlaag voel vallen. Want weet je wat het een beetje is? Zolang je in het probleem blijft, zit je vast en zie je geen uitweg. Maar als je vertrekt vanuit de vraagstelling rond de oplossing, dan creëer je terug een open gedachtegang. En die open gedachtegang, dat is voor mij echt alsof er muren rond mij afvallen. En alsof ik eigenlijk veel makkelijker terug toegang krijg tot andere stukken van mijn brein. Klinkt misschien even heel raar, maar het is effectief zo dat je brein terug capaciteiten gaat aanboren die afgeschermd waren zolang we in het probleem vast bleven zitten. Dus vanaf dat moment gooit eigenlijk je brein de oogkleppen af en gaat het terug mogelijkheden kunnen aanboren die je anders niet gezien had. Dus zorg ervoor dat je je aandacht, je energie, je gedachten en je emotie richt op de oplossing. Ook al weet je niet wat die is. Want dat is oké. Dan kun je altijd, één, het helpt heel goed om jezelf altijd in de vraag te houden. Hè, wat kan er nog? Wat kan ik nog doen? Wat kan hier nog ontstaan? Wat kan nog helpen? Blijf jezelf in die vraag houden. Ik merk ook dat opschrijven heel krachtig werkt. Want we hebben een soort van beveiliging ingebouwd in onze hersenen. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk altijd in dezelfde gedachtegang blijven draaien. Want dat is veilig. Hè? Dat kent uw overlevingsinstinct. Dat houdt u in hetzelfde patroon. En dat is gewoon superveilig. Dan verandert er niks. En dan overleeft je net zoals je gisteren overleefde. Dat is een beetje hoe dat overlevingsinstinct heel erg droog werkt. Maar als je nu gaat kijken vanuit die openheid, dan krijgt dat eigenlijk onmiddellijk iets meer rust. Want in plaats van dat het dan moet liggen te focussen op dat probleem, en zeker als je het gaat opschrijven, want opnieuw dan kom je alweer wat uit dat hoofd en op dat papier terug vanuit jezelf. En dat geeft heel veel rust voor dat reptiele brein, omdat je focus eventjes op het opschrijven ligt. En dat je van daaruit merk ik dat klanten veel makkelijker oplossingen kunnen bekomen. Puur omdat ze zichzelf in de vraag houden, ook door het schrijven. En als je één keer begint te schrijven, gaat het steeds makkelijker. En in het begin gaat dat stemmetje in je hoofd, dat overlevingsinstinct, gaat je vertellen, nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Als ik het wist, dan had ik het wel gezegd. Ja. En dat hoort het ook te doen. Dus hou daar rekening mee. Oké, dank u. Fijn dat je het opmerkt. Terug hier. Focus. Wat nog? Wat nog? En als je merkt van dat je in een open situatie zit, of dat het doorheen de dag is en je zit je wat te piekeren of wat zorgen te maken. Oké, laat maar zien, universum, wat mag er ontstaan? Laat maar zien wat er op mijn pad mag komen. En universum, brein, hersenen, het maakt mij allemaal niet uit hoe je het noemt. Voor mij werkt dat heel fijn, omdat ik kom echt vanuit de instelling, alles is energie, dat is metafysica. Alles bestaat uit energie, alles trilt op een bepaalde energiefrequentie. Wij bestaan uit energie, dus dan is dat voor mij het universum. Maar geef het beestje een term, zoals jij het wilt. Uw brein werkt op exact dezelfde manier. En je gaat een soort van als een magneet beginnen te werken voor de dingen die je wilt aantrekken door je aandacht erop te richten. Zowel energetisch, want dat waar jij je energiefrequentie op richt, hè, dat gaat groter worden, dus daar gaat je ook meer van aantrekken. Maar hetzelfde in je brein, vanaf het moment dat jij je aandacht ergens op richt, gaan de filters in je brein, ja, die ook wij als HSP hebben, wij hebben ook filters. Dat is een mythe dat we die niet zouden hebben, want die werken ook bij ons. En die filteren alles uit de omgeving uit, priming noemen we dat. En die laten u eigenlijk meer zien van hetgeen waar jij aandacht aan geeft. Dus hoe langer jij aandacht blijft geven aan de problemen en aan de shit, hoe meer je daarvan gaat zien. En dat doet je brein niet om u te pesten, dat is gewoon hoe dat het is opgebouwd. Priming noemt het. Het is gewoon een wetenschappelijke term. Het gaat uitfilteren
dat waar jij aandacht aan geeft en dat koppelen aan oude herinneringen. Dus hoe meer je aandacht gaat geven aan de gunstige dingen, aan de oplossingen, aan de dingen die je wilt creëren en wilt bereiken in je leven, hoe meer je brein het ook gaat uitfilteren. Dus op ieder niveau in je leven is dat sowieso de meest gunstige manier om ermee bezig te zijn. Nu denk ik dat we daar uitgebreid genoeg op in zijn gegaan op onze wekelijkse live video. Wat ik zeker kan zeggen, als je dit al interessant vindt, nu donderdag, 16 april, ga ik om 8 uur 's avonds in de Facebookgroep HSP is oké. Okay. HSP is oké, okay. Oh ja. Gaan we daar een coaching call doen. Ik ga er live eentje doen. Eentje, live. En we hebben er 2 weken terug ook al een gedaan. Dat was al heel tof. En dit keer zijn er meer en meer mensen die de kick-off module, hè, die ik nu gratis cadeau heb gegeven en nog geef, die hebben gevolgd en die daar dus wat vragen of wat uitdagingen over hebben gesteld. En dus die gaan we echt aanpakken en daar gaan we lekker diep op binnen. Dan heb je echt een mega coaching call al op donderdagavond. En dan zie je eens hoe dat is eigenlijk. Wanneer klanten bij mij in een traject zitten, is dat ook een beetje wat we doen. Daar hebben ze een wekelijkse coaching call. En dat werkt eigenlijk ook op die manier. Dus ik denk dat veel mensen het wel tof vinden om eens een soort van mee te maken hoe dat er dat uitziet en hoe dat in zijn werk gaat. Maar eigenlijk lijkt het wel een beetje op dit soort video, verhaal, uitleg. Maar dan echt gericht op vragen die ik heb gekregen, die rechtstreeks feedback krijgen. Dus, als je met de kick-off module nog niet bent gestart, zeker doen. Je krijgt hier echt onmiddellijk een hoop inzichten in hoe je brein werkt en direct oefeningen om meer rust te gaan installeren. Veel uitgebreider dan dit. Krijg je allemaal cadeau. Daar staat niks tegenover. Dat is gewoon omdat ik nu echt wel zoveel mogelijk mensen wil helpen om al die eerste handvaten te krijgen, zodat je al wat meer rust kunt installeren. Ga er zeker eens naar kijken. En als je sowieso nog vragen hebt erover of over deze thema's, doe me een berichtje of doe me een mailtje naar kati@katispaas.com. En dan zal ik het donderdagavond meenemen tijdens de coaching call. En dan kun je zelf eens ervaren wat het is om dat zo online mee te maken. Alrighty, slaap wel. Doei doei.